Ja, hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Niet te vergeten abonneren en liken. Ik heb gisteren kleren gekocht, ik ga die vandaag laten zien. En ik ben hier even bij mijn thuis. Normaal filmen we meestal daar thuis hier langs. En ik heb, zoals ik al gezegd, ik heb gisteren kleren gekocht. Ik ga die eerst zo laten zien en dan ga ik ze passen. Dus. Oké, hier is de zak en ik ga eerst beginnen met een jeansbroek. Hier, zo. Die is voor in de winter en het merk is, ik weet niet, wat staat er? Namette denk ik dat het is. Zo, Namette denk ik. En het is maat 134. Dat is mijn maat. Dus dat is broek 1. Dan heb je één broek die ik heb. En dit is een jeansjasje. En ja, dat is zo'n ding. Zo, dat is zo'n ding wat je hier zo moet knijpen. En dan kun je die zo daarin prikken. En dan zet je die er terug op. En deze is ook. Nee, die is van Majoral. Ja, die mouwen zijn nu opgeplooid, maar normaal zou je die eigenlijk ook zo kunnen dragen. Gewoon zo en dan dat knopje terug toe. En dan heb je dat gewoon terug. Dus, zo en dan hier een short. Dat riempje zit erbij. Zo. En dat riempje, zo, kijk. Het is voor mij zilver in. En dat is zo'n riempje dat je zo tussen die twee ringen door doet. En dan terug door zo eentje door doet. Dus, jee. En het shortje zelf, lichtblauw. Ook van hetzelfde merk, Majoral denk ik. Majoral, ja. En ja. Dan zie je ook aan die knopen, die zijn hetzelfde. En dan hier. Zo. Die is van Esprit. Esprit, heel grappig. Dit is ook weer, ja, ook maat 134. Alles is zeg maar voor mij maat 134. En dan heb ik nog zo'n bloesje zonder pailletjes op. En ook weer van hetzelfde merk. En dat waren ze allemaal. En dan ga ik nu even passen. Oké, jeansjasje, past mooi bij deze outfit. Een streepbloesje en een lichtblauw short. Ja, toppie. Oké, hier is outfit 2 en dan zit ik meteen op de laatste. Met love op. En die kan ik ook andersom doen. Een strakke skinny. Jee. En dan dit jasje er ook op. Dat jeans jasje. Zo. Jee. Oké. Tot de volgende keer. En een like als je een baas bent. En abonneer als je een opperbaas bent. Doei.